Hallo? Hallo. Hallo. Voordat het spel begint zou je nog een telefoontje krijgen met de mededeling welke rol je hebt. Kandidaat of mol. Ja, en? Jij bent. Ja. Jongens, we weten het. Hallo? Hallo? Aniek en Soy zitten in een box. Ja, wij zitten ook in een box. Zit iedereen in een box? Wie heeft er ooit een voortand van Jaws gestoken? Wie is er brazen? Iedereen ging door elkaar heen. Zaar. Morgen kun je terug in het spel komen door geld uit de pot te spelen. Wat is dit, jongens? Ze wilde zo graag. Ze was fanatiek. Zong de sterren van de hemel met het koor en verdiende zo veel geld voor de pot. En toen was daar ineens het eerste rode scherm van het seizoen. Dat viel Sarah zwaar. Maar nu krijgt ze de kans om terug te komen in het spel. Als dat haar lukt, dan kan dat rode scherm een voordeel zijn. Misschien weet zij meer dan de rest. De grote vraag is nu of Sarah een zenuwslopende opdracht overleeft of dat we definitief afscheid van haar moeten nemen. Haar medekandidaten spelen daar, zonder het te weten, een belangrijke rol bij. Laten we even een klein bedenkseltje doen. Oh, jur, wat we denken dat er gaat gebeuren vandaag. Iemand zei, volgens mij was dat vrouwtje of... Ja, dat is de squat. Anke, quads. Ja, nee. Of druivenstampen. Oh, druivenstampen! Want ik moest net sokken halen, dus ik moet even andere gruwelijk. We gaan druivenstampen, we gaan naar Stellenbosch. Jij bent echt slim, jij. Jij bent echt slim. Jij bent natuurlijk zij in Nederland al gerepeteerd. Jij is natuurlijk de slimste van de groep. Echt waar? Nee, dat is niet waar. Echt wel. Maar dit soort dingen moet je onthouden. Ja. Als wij nu letterlijk gaan druiven stampen. Die vragenlijst, hebben jullie die nog een keer hier nagekeken? Nee. Nou, nee, maar dat ga ik nu wel doen. Ja. Heb jij nog gekeken hoeveel die vierkante meters nee. Nou zijn? Gisteren was er toch helemaal geen vraag over die lijst? Oh, ja, vierkante meter, onderbroeken. Maar wanneer is teruggekomen over die onderbroeken dan? Jullie nee, zeiden dat was al schreeuwen een keer iemand door dat ding. Ik heb dat nooit gehoord. Daniel heeft dus heel lang het geluid uitgezet. Maar toch het geluid uit als in jullie spraak of het geluid van wat jullie hoorden? Allebei. Hè? Ja, eerst de een en toen de ander. Dus ik zat eerst te kijken. Ik vond het dat heel raar. Ik ook heel raar. Wat vond ik ook heel raar? Kandidaten,
Welkom op het terrein van de Saldana staalfabriek. Jullie gaan hier zo meteen op zoek naar grondstoffen. Die kunnen jullie omvormen tot ijzeren balletjes. En daarmee kunnen jullie weer geldkokers vullen. Aha. Pas op. Want op het terrein waar de grondstoffen liggen, kan een drone actief worden die jullie in het vizier probeert te krijgen. Zoek dan dekking. Want aan het begin van de opdracht heeft elk van jullie 2 levens. Word je gespot door de drone, verlies je 1 leven. Jullie kunnen met deze opdracht 3000 euro maximaal verdienen. Mooi. We krijgen 45 minuten. Oeh. Succes. Dankjewel. Nice. Het zag er echt heel vet uit, echt zo'n oude staalfabriek en zo bruin. En het deed me heel erg denken aan de jaren 10 of zo. Weet je, het was nog net niet dat ik dan zo'n oud mannetje zag. Een beetje zo'n Monopoly-mannetje, zo'n Rockefeller-achtige gast die dan zegt... Ja, jongens, kom lekker binnen, weet je wel? Maar we dachten wel van, ja, nu gaat het beginnen. Hey, jongens, schiet op! Kom op! Oké. Oké. Waar liggen die stenen, jongens? Meteen kijken waar je kan vluchten, hè? Schuilplekjes. Ja, hier. Dit is een schuilplek. Dat is een schuilplek. Schuilplek. Oké, okay. Brancard. Waar is de brancard? Brancard zoeken. Snel, jongens! Paniek, kom op! Ja! Sarah. Hallo. De kandidaten gaan met een opdracht weer geld proberen te verdienen voor de pot. Maximaal 3000 euro. Aan jou de taak om van dat bedrag wat af te snoepen. Minimaal 1500 euro. En dat doe je door die zenuwspiraal te trotseren. Des te verder jij komt op de zenuwspiraal, hoe hoger jouw percentage van het bedrag dat zij verdienen. Probeer je zenuwen onder controle te houden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de kandidaten. Want steeds als de ring de spiraal raakt, activeer jij een drone die de kandidaten probeert uit te schakelen. En kandidaten kunnen een schok krijgen. Daardoor is het moeilijker om geld te verdienen. En dat is ook voor jou nadelig. Ik ben heel erg benieuwd of het jou lukt om jezelf terug te kopen in het spel. Het gaat dus om 1500 euro. Als het je lukt, zie ik je straks weer bij de kandidaten. Zo niet, dan nemen we zo meteen definitief afscheid. Ik heb een vaste hand, dus ik voelde een soort van innerlijke rust al meteen over me heen vallen. Ja, ik sta er met die haak in mijn hand. En ik dacht, het kan mij niet schelen, ik trek heel die pot leeg. Want ik wil gewoon terug in het spel. Waar kunnen we schuilen? In die kist kunnen we schuilen? In die kist! Er was een groot veld en er stonden allerlei objecten waar je in ieder geval onder kon schuilen. En dat was heel belangrijk, want er kon zomaar een drone overvliegen. En dan moest je binnen 5 seconden ergens je verschuilen, verstoppen. Dat de drone je niet zag, anders was je leven kwijt. Waar zijn die? Oh, ja. Daan! Ja? Kom! We hebben hem bijna vol. Daan, hou vast. Ja, zo vast gaan. Ja. Ja. Waar zijn die brandkaars? Ja, schat, ik zie ze. Ik ben daar helemaal geweest. Ja, wij zijn daar helemaal geweest. Waar hebben jullie die brandkaars gevonden? Ja. Waar hebben we deze brandkaars gevonden? Bij die berg. Bij de berg? Daar lagen er 2. Als eerste moesten we een brandkaars zoeken. We hadden die brandkaars nodig voor de stenen. Hebben jullie daar achter die dingen gekeken? We beginnen met rennen naar het veld en we zien de andere groepen meteen met brandkaars. Jezus, wat is het kut. En wij kunnen niet een brandkaars vinden. We moeten goed opletten, hè, op die drone. Wacht, ik heb een plan. Maar dit is heel klein. Wacht, maar dat maakt niet uit. Deze gaat er overheen, jongens. Kijk hier. Kom, nee, of doe niet ernaast. Ja, deze doen we zo. Ja. Dit vind ik goed voor jou. Hou vast. Ja. Uit elkaar? Ja. Uit elkaar? Pakken.
spreiden. Spreiden. En dan? Ja, ja, dan gaat hij weer. Ja! Stuk slim! Niet te hard. Ik loop ook met de schep mee, ja? Je moet ook bij ons in onze zakken doen. Ja, zeker. Opschieten, we hebben nog niet zo lang. Eigenlijk gaan die eerste twee percentages, 10 en de 20%, easy. Als in, ik kom daar heel snel doorheen en ik raak die spiraal ook niet aan. De groep is een spel aan het spelen om geld te verdienen voor de pot. Een maximaal bedrag van 3000 euro. Als ik van dat bedrag 1500 euro weet weg te spelen, ben ik terug in het spel. Ik moest sowieso de 50% halen. Want stel, ze zouden 3000 halen, snoepte ik daar 50% van af. Had ik 1500 euro. Maar het beste was natuurlijk als ik de 100% zou halen. En iedere keer als ik die paal zou raken, zou er bij de andere groep een drone geactiveerd worden die de kandidaten kon uitschakelen. Oh, dat is een drone! Hij is weg. Kom maar. Kom allemaal. Oké, kom. Oké, voorzichtig, voorzichtig. Alles moet erin, alles moet erin. Daar moesten we in een machine al die grondstoffen gooien. En dan kwamen er kleine balletjes uit. Die moesten we vervolgens op een schaal leggen. Help even met erop liggen, joh. Ja. Oh, die gaat er heel snel afvallen. Maar er was natuurlijk een kleine twist, want je kon een schok krijgen. We hadden geen idee natuurlijk hoe dat zou voelen. Dan ga je natuurlijk wankelen en dan moet je proberen die balletjes vast te houden. Zal ik eens kijken wat hier boven zit? Als jij, Renomi, kijk jij even wat daar is. Ja. Oké, blijf even staan. Hoeveel heb jij, Renomi? Tot hoeveel heb jij? 500! Ik heb hier tot 1000. Er waren drie locaties, waarvan er één 500 en één 1000 was. Want die hebben Renomi en ik gecheckt. Er was 3000 euro te verdienen, dus dan was de grootste koker was 1500 euro waard. Ja. Die stond ook het verst weg. Top, gaat goed. Lekker, lekker wrakje, kom. En ik vond 1000 euro precies de sweet spot om heen te gaan. Dus ik zeg tegen iedereen, jongens, we gaan als eerste naar de 1000 euro. Oké. Rustig. Ik doe het wel. Oké, rustig. Oké, top. De eerste balletjes gaan er gewoon in. Een vrouwtje loopt naar beneden en die krijgt ineens een schop. En ik dacht, wat ben jij een slechte actrice. Oh, een schrikje. Kom zeg. Oh ja. Het spijt me. Ik hoop niet dat ik jullie heb pijn gedaan. Maar elke keer als ik die spiraal zou raken, kregen jullie ook een elektrische schok. Het spijt me zeer, goede vrienden aan de andere kant, want ik heb die spiraal moker vaak aangeraakt. Wat zat de drone? Wat zat de drone? Ja, dat is het. Annick! Dat is het, Annick! Annick, leg het neer! Hé, hey, zit je hier ook? Hoe gaan we hem door elkaar vinden? Even serieus. Dat kunnen we al! Ja. Maar ik zal helemaal buiten adem. Kijk uit, Annick. Ja, man. Annick, ik hou je in de gaten, hè. Jongens, ja. We hebben gevuld bij de 1000. Dat is gelijk als je omhoog gaat. Gelijk daar omhoog. Daar zit 1000? Daar zit 1000. We hebben daar gevuld. Dus ga daarheen. Okay. Gelijk als je voor die bak staat, gelijk naar voren. Cool. Oké, succes, jongens. Loop. Loop. 2, 3 en loop. Loop. Hey, loop. 2, 3. Dit jaar, jongens. Jongens!
Kom, het is al lang gebeurd. Kom. Guys, wij kunnen geen brancard vinden. Zij hebben er twee. Hoe bedoel je, zij hebben er twee? De andere groep heeft twee. De andere groep heeft twee brancards. Ja, Jezus. Wij hebben denk ik echt 20 minuten zitten zoeken. Het was echt niet normaal. Hebben jullie twee brancards? Ja, zij hebben twee brancards. Maar mensen, waarom hebben jullie twee brancards? Wat? Ja, die hebben wij gewoon. Wat? Waarom neem je onze brancard mee? Oh, hebben jullie een brancard nodig? Ja, wij zitten al ongeveer een uur naar een brancard. Pak deze meteen zoeken. Over dan. Wij hadden al de hele tijd twee brancards. Ja, maar liefje, er zijn er maar drie in totaal. Pak maar een brancard. Ja, maar pak hem dan. Want hij zit vol, lieve schat. Zit hij vol? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mijn broek! Hup, kan sneller. Kom op! 1, 2, 1, 2. Ga ze, kom op! Ik ga uit! Ik vertrouw Daniel niet helemaal. Die roept nog, nee, daar zit dat, daar zit dat, daar zit dat. Maar ik wil met mijn eigen ogen zien hoeveel geld er in de hoogste toren zit. Jeetje, hoe hoog is dat, joh? Tree voor tree. Ik denk, ja, we zijn er bijna. Dit komt helemaal goed. Al die balletjes vallen naar beneden. Ja, je hebt het gewoon niet in de hand. Dat ding komt zo onverwachts. Ik voel het door mijn hele arm heen gutsen van de pijn eigenlijk. En ik denk meteen, ja, leuk idee, sorry. Maar ja, dit had je natuurlijk eigenlijk helemaal niet moeten doen. Zal ik even snel kijken hoeveel geld dat is daarboven? Het heeft gezien. Jawel, kijk alsjeblieft. Kijk zo. Ja, dan weten we in ieder geval wat de rest... Een bedrag wat zo hoog is, waardoor je eigenlijk denkt... dat gaan we nooit redden. Jongens, staat 1500. Hoeveel? 15. Niemand gaat vier trappen op kunnen met balletjes en met een schok. Dat gaat nooit lukken. Ja. Stukje rennen. Stukje rennen. Hij valt steeds. Oké. Okay. Kom, hij heeft een brancard. Daniel heeft een brancard. Nice. Ik dacht dat hij van die kant kwam. We waren toch op tijd? Ja, nee, hij kwam van die andere kant. Oké, niet kiepen, gewoon pakken. Ja, kom maar. Oh. En rollen. Oké, goede score, jongens. Oh, dat is niet slecht. Goed, kom maar. Oké, naar welke ga ik? Hierboven, toch? Die is 1000, toch? Oké, ik ben hier. Is dit het? Ja. Oké, waar moet het in? Dat weet ik niet. Ja. Yes! Alle balletjes. Kijk even goed of je nog iets ziet liggen. Yes, go! Balletjes eraf. Ja, dan zakt wel heel even een moedje in de schoenen, want we hebben natuurlijk net die hele tour gehad met die stenen naar het plein en die stenen erin en ja, nou ja. Ik zweette uit al mijn kieren. Ik kon niet meer. Maar uiteindelijk raak ik de 50% en dan voel ik wel... Dit is in ieder geval goed. Die 50% heb ik in ieder geval gehaald. Dus stel, ze halen 3000 euro, dan heb ik het al gehaald. Wil jij dat? Kom op. Waar is het dienblad? Oké. Wie heeft die wacht? Wat zijn hier? Kijk, dit is een flinke naam. Die. Dit gaat ons gewoon lukken. Dit gaat ons gewoon lukken. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van, hey guys, kom op, we moeten door. Ja. Ho, ho.
Nee, Aniek. Aniek, ga weg. Ja, okay. Ga weg. Laat ons met rust. Het spijt me, ik had een gladde hand. Kom, Prijs. Oké, terug. Goed gedaan, Jure Nabil. Ja, alsjeblieft. Succes, hè? Ik loop wel mee. We hebben nog twee levens, dus dan kunnen we van beter. Dus bij die tweede doen we gewoon die droom. Let's go. We hebben toch twee levens. Ja, kom lopen, man. We lopen. Dus rijdt, dan worden maar, we hebben maar één levens. Jongens, gewoon allemaal doorlopen. Helemaal gek. Ja, maar je hebt toch twee levens, dus ja. Dit is een heel dom iets wat jullie nou doen. Echt hoor, laat hem maar zoeken. Het foto. Klik. Waarom doet niemand anders dit? We kunnen toch gewoon onze levens inzetten om in ieder geval sneller al die stenen naar een koker te krijgen? Die vol? Doe. Ja, we hebben er 1000. 1000. We hebben er 1000. Ja, toch? Nice. Lekker. Nice. We hebben er 1000, jongens. We hebben er 1000. Nice. Wij gaan niet meer. Dieplat. Top, de dieplat naar beneden. Lekker jongens, lekker bezig! Hier is het. Oh, dit is een kortere trap. Maar minder geld. Pas op, pas op. Oh my god. Voel de grond goed? Ja, ja. Yes! Kom maar. Rustig, rustig. Oeh. Rustig, rustig, rustig. Hier kan het ook nog fout gaan. Rustig, rustig. Oké, yes. Top. 200, mooi. Jongens, ga je nu maar gewoon door. Ik heb mezelf opgeofferd. Op een gegeven moment komt die drone mijn kant op vliegen. Die staat voor mijn neus. Ja, en ik was af. Leef je nog? Nee, ik ben dood. Weer? Ja. Tweede keer? Tweede keer, dus ik moet nu die kant. Ah! Twee gin tonicjes zijn het. Hendrik Stevenkli, laat ze niet vallen. Ik heb er een paar, Rustig, kom aan. Hoeveel tijd heb ik nog? 10 seconden. Dat gaan we halen. Ga je halen. Oh. Wacht even zitten. Ik zie verhitte koppen. Maar jullie hebben de schokken overleefd. Dat is het goede nieuws. Jullie konden met deze opdracht 3000 euro verdienen. Maar wie stuurde die drone aan? Waar kwamen die schokken vandaan? Dat was de eerste afvaller. Dat meen je niet. Zij kon zich terugkopen in het spel. Met een zenuwspiraal. Haar opdracht was om 1500 euro af te snoepen van het bedrag dat jullie met deze opdracht zouden verdienen. Ja. Dat is niet gelukt. Nee. Min 200. Want jullie hebben met deze opdracht 1300 euro verdiend. Precies. 200 vanaf. Dat betekent dat Sarah niet terugkomt. Oh nee. Oh. Maar gelukkig voor jullie is er wel geld in de pot. Oké, maar zeg dan. Oh nee. Later. Dag. Oh, shirtje. Oh. Zie je? Maar er kunnen dus kandidaten terugkomen. Dit is wel. Zij had kunnen terugkomen. Jongens, besef even, terwijl wij aan het rennen waren, dat zij gewoon dat heeft gespeeld. Holy shit. Zij heeft onder de shot gezeten. Zij heeft gewoon gezeten en dat gedaan. Hoe gaat het? Half goed. Half goed? Want? Nou ja, ik ben best blij hoe ik het heb gedaan. Maar ik weet niet wat de groep heeft gedaan natuurlijk. Nee. Je bent tot 90% gekomen. Ja.
Dat is een enorme prestatie. Ja. Dat mag wel even gezegd worden. Maar is dat genoeg? Helaas. Zelfs als jij 100% had gehaald, was het niet gelukt. Want de groep is er niet in geslaagd. Oh, wat erg. Om tot de 1500 te komen. Ze hebben 1300 euro verdiend. Oh, wat erg. Het spijt me. Ja. Oh, wat erg. Dus het houdt hier definitief op. Die eerste keer, hey, I blame myself. Ik heb gewoon die test te snel verkeerd gemaakt. I don't know. Maar deze tweede keer dacht ik wel, jongens, 1500 euro. Dat moet toch wel te doen zijn? Nou ja, blijkbaar niet. Dus dit was hem. Het was me waar genoegen. Het was fijn om nog even terug te zijn. Maar het was geweldig. Maar het was van korte duur. Ja, ik wil je bedanken voor al je inspanningen. Jij ook. Jammer dat het zo gelopen is. Het is wat het is. Dankjewel. Dankjewel. Dag Sarah. Doeg. Oh, jee. Ik zit gisteravond lekker aan een wijntje op het dakterras en ik word weggeroepen of ik even bij Daniël wil komen. Dus nou, in het diepste geheim in een kamer zit Daniël op mij te wachten met een grote vraag. Ja, ik vond jou wel goed schrijven vandaag weer. Ja? Ik denk, ja, die ziet veel. En toen dacht ik van, weet je wat, laten we gewoon eens wat beter gaan samenwerken. Ik denk dat jij de enige bent die ik hier vertrouw. En ik weet niet of dat een hele slechte keus gaat zijn. Weet ik echt niet. Maar ja, van journalist naar journalist, denk ik, allebei scherp oog. En misschien maak ik een hele grote fout, maar ik denk het niet. Ik heb zo'n gevoel van niet. Ik denk dat jij heel ver gaat komen. En ik denk dat we nog verder kunnen komen, en ik ook, als we samen gaan werken. Ja, hij heeft ook iets heel nerveus, waarvan ik, dat vond ik in het begin verdacht. Maar ik begin hem eigenlijk wel te vertrouwen, want hij is ook super serieus. En ik ben ook super serieus. We zijn beide behoorlijk fanatiek. En jij zit nog het meest op Ranomi? Nee, helemaal niet. Ik zit eigenlijk vooral in Jurre en Soy. Ja. Zit ik vooral erg op. Ja. Kijk, ik verdenk wel een beetje andere mensen. Ik zit op Vrouwkje, op Soy, op Aniek. Ja. Maar van Vrouwkje en ik geven elkaar ook wel een beetje info. Want we zitten met elkaar op de kamer, weet je wel. Maar ik ben heel voorzichtig met haar, omdat ik zie gewoon dat ze acteert. Ik was een beetje bang dat zij met Vrouwkje al in een bondje zou zitten. Maar dat was niet zo. En ik heb haar geclaimd. Daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Want ik denk dat zij de beste persoon is om hier samen iets mee te kunnen spelen. En het fijne is dat jij een paar andere mensen verdenkt. Stel voor je vliegt eruit, dan weet ik, dat was waarschijnlijk niet helemaal goed. Nee. Ja. En voor hetzelfde geldt bij mij. Als jij weet op wie ik zit van tevoren voor een test. Ja. Als ik eruit vlieg, dan weet jij, daar moet ik niet zitten. Ja. Dat is ook mooi meegenomen. Oké, nou, laten we het gewoon proberen. Top. Goed gevoel bij. Maken ons op voor een nieuwe opdracht. En er staan twee bussen zoals gewoonlijk voor de deur klaar. En wij stappen allemaal gewoon heel random een busje in. Kom je bij mij? Helemaal niet nadenkend over wie waar gaat zitten. Ik stapte gewoon het eerste busje wat klaar stond. Ja, maar weet je wat dus ook raar is? Hadden wij vanochtend het nog over dat Ranomi is natuurlijk een topsporter. Ja, dat vond ik ook. Hij is net gestopt met topsport. Ik rende haar eruit, hè? Ja. Nee, toen kwamen Anke, Soy en Daniël bij mij in het busje zitten. Maar dat was totaal niet bedacht of zo. Dit was gewoon puur, we gaan in dit busje zitten. Die was de hele tijd moe. Vervolgens. Hoe kan dat nou? Je bent Ranomi. En wat bleek? Dat was mijn team voor vandaag. Dit of rechtdoor? Volgens mij moesten we naar links. Oh, een plek, hè. Fantastisch. Dat is de winkel van Sinkel. Ja. Zo. Precies. Ja.
echt een winkel van Sinkel. Wauw. Mooi, joh. Dit is bizar. Oh. Nee, joh. Dit is bizar. Toen kwamen we echt in een te gekke ruimte met allemaal filmprops. Opgezette dieren, allemaal soldaatspullen, vis, dingen, echt van alles. Goedemorgen. We staan in een bedrijf dat requisieten verhuurt voor films, series en evenementen. En je kunt zo gek niet bedenken of het is hier te vinden. Ja. En jullie mogen die gebruiken bij de volgende opdracht. Jullie medekandidaten zijn in Woodstock. Dat is een van de oudste en hipste wijken van Kaapstad, die bekend staat om zijn street art. En zij moeten daar 6 specifieke muurschilderingen fotograferen. Maar welke kunstwerken? Dat mogen jullie duidelijk aan ze maken door die kunstwerken te verbeelden. En daarbij kunnen jullie de attributen van hier gebruiken. Maar er staat hier ook een letterbak. Ja. Hoi. Stuur het eindresultaat van jullie verbeelding naar de anderen, zodat zij de exacte muurschildering kunnen vinden en fotograferen. Elke juiste foto levert €250 voor de pot op. Jullie krijgen 45 minuten. Fantastisch. Nice. Oh, leuk. Fantastisch, toch? Super vet. Oh, dat vind ik helemaal leuk. Oké, wat gaan we doen? Gaan we splitsen of gaan we bij elkaar blijven? Wat is wijsheid? Nou ja, ik denk dat deze buurt best wel groot is. Dus dat we wel moeten kijken of we op een gegeven moment misschien kunnen gaan splitsen. Maar beginnen met z'n vieren. Ja, want als we... Het is natuurlijk ook het risico dat we dezelfde foto's gaan doorsturen dan. We krijgen alleen maar die telefoon, een WhatsApp-groep. En wachten totdat we de eerste foto's van de andere groep krijgen. Wij kregen 6 foto's. En aan de hand van alle objecten die er in die mega grote ruimte waren, moesten wij proberen die foto's na te maken. Wat belangrijk is, is dat we meteen 1 foto zo snel mogelijk klaar hebben, zodat die andere groep bezig kan gaan. Ja. Dus we gaan op zoek naar de makkelijkste. Er waren wel regels aan het spel verbonden. Zo mochten we maar 6 foto's toesturen en mochten er maar 6 terugkomen. We mochten maar een paar letters gebruiken. 3 mochten we er gebruiken. Of tekens. Olifant. Olifant. Ja. Ja, dit lijkt me goed. Laten we zullen het zien doen. Postbox. Olifant postbox. Ja, olifant postbox. Dus je moest proberen om zo concreet mogelijk aanwijzingen te geven aan het andere team, dat zij dachten, hé, dat is dit schilderij. We kunnen bijvoorbeeld 4 mensen dat met 1, maar het is zonde als we met... Dan staan we met z'n 5 bij dezelfde afdeling. Ja. Dus als ik met de volgende bezig ga... Dat we in ieder geval die reconstructie hier hebben. We gaan op zoek naar olifanten. Ik ga op zoek naar olifanten. Ik ga niet met z'n 3. Ik ga olifant postbox doen. Dan gaan jullie voor deze foto. We moeten een rood hoedje. Op de foto zagen wij een aap en een man met een rood hoedje. Dus het eerste wat ik zeg is rood hoedje. Rood hoedje zoeken en een aap. Hier heb ik een olifant. Waar, dit? Maar het is een Amarula olifant. Nou, pak maar. Meerdere olifanten. Can I have it? Oké, okay. Sir, can I have it? Meerdere olifanten. Ja, we hebben er 3 nodig. We besloten om het zo concreet mogelijk te maken. Dus echt de schilderijen zo echt mogelijk na te bootsen. En dat kon ook, want er stonden zo verschrikkelijk veel spullen. We hadden alle keus. Oké, dus ik heb hier een hoedje. Can you maybe help us with a monkey? We mochten dus aan de mensen die in die propshop werkten, mochten we dan wel vragen of ze het wilden pakken van ons. Maar we mochten niet aan ze vragen van, hey, weet je waar hier een aap ligt? Dit stukje met de aapje. Ja, hoofd. Ja. Dit is toch genoeg? Heel goed. En we hadden dus nog een donkere man nodig. En wat schetst onze verbazing? In het hoekje staat daar een hele grote pop van een donkere man met een vers hoedje op. Doen we alleen zijn hoofd op de foto? Goed kleed. Ja, precies. Wacht even. Dit is je zit niet goed mee te werken, Sander. Jongen, je zit te muiten. Nee, jij zit te muiten. Ja, ik heb meteen die olifant te pakken. Ik zit hier te werken, man. And maybe if you can tilt it like that he's laying on his side, is that possible? We doen dit alsof dit de slurf is, stel. Dan moeten we die weghalen. Maar dan moet die weg. Heb je dat toch? Hey, jongens, even recapitaleer, dat jullie zien wat ik doe. Doe. Kijk, dit is dus de aap. Zo, en de man met het hoedje. Check. Fantastisch. Zie je goed dat het een aap is? Van iedere muurschildering die wij nabootsten, mochten we maar 1 foto sturen. Je had dus maar 1 kans om het goed te doen. En zie je net wat ik doe? Ik zie het. Oké, 3, 2, 1, go. Nice, sturen. Oké, sturen. Oh ja. Hey!
Oké, bericht. Wat is dit? Maar wat zien we? Wacht even. Ze hebben een pop op de grond gelegd. Ja. Met een rood hoedje. Ja. Iets van een doek eroverheen. Ja. En een soort links een aap. En dan komt iets uit zijn neus. Dus dat kan. Dus er gaat niet meteen uit dat het een aap is. Het kan natuurlijk ook een ander beest zijn. Maar misschien hebben zij niet alle beesten die. Weet je wel? Nee, dat maakt niet uit. Maar dat beest is best wel groot. Groot gedeelte van de foto. Dit is natuurlijk iets waar zoveel verschillende manieren zijn van denken. Zullen we gewoon gaan? Ja, zullen we gaan? Kom, we gaan. Let's go. Okay. Is dit de olifant? Nou, dit zijn olifanten. Die slagtanden zijn niet genoeg, hè? We moeten nog iets. Eigenlijk nog een postbox. Op die foto dan zie je dus, achter die olifant zie je dan een tekst staan met postbox. Dus iemand zei, ja, volgens mij hebben we dan ook gewoon een brievenbus nodig. Yes! We hebben de postbox, eerste foto! Ja, we hebben al één foto gestuurd, hè? Oké, is er niet een andere? Hier. Hiertussen moet je, hiertussen. Nee, heb je niet een betere olifant? Oh ja. Ja, die olifant moet je heel goed zien. We dachten, oké, dit is gewoon perfect. Toch, dit snapt echt iedereen. Dit is gewoon een olifant en daarnaast een brievenbus. Kijk, juist, dat is hem. Hoppa! Oké, go. Stuur hem maar. Okay. Volgende. Daar zijn dingen. Hier. Oh mijn god. Ja, kijk hier op de muur, jongens. Oh, kijk. Ja, hier, ja, hier. Ja. Vogels hebben we hier. Daar hebben we drie dingen. Lijkt dit op iets, jongens? Dit kan zo zijn. Ja, maar dit is een dier. Waarom zetten ze anders een dier neer? Ja, maar misschien hebben zij niks anders. Dan kunnen ze dat niet maken. Nee, dit is het. Nee, sorry, kom. Dit is echt niet. Dit is een man met iets oranjes. Iets oranjes kunnen we zoeken. Ja. En iets van een baard. Een baard en een duif. Een baard en duiven gebouw. Wat is dit hier? Dit ding? Dat is een lantaarnpaal. Er zit ook een lantaarnpaal op hier. En een hele rare hand. Ik heb hier haar. Kijk hier, ja, maak pak hier het. Een baard van. Ja, heel goed. Maken we daar een baard van. Nee, dat hier. Dat zit vast. Ja, maak niet uit. Rukken. Ja, rukken. Ja, pak die. Ja, nee, daar hebben we niks aan. We moeten een baard hebben. Even. Je moet een baard. Nee, ik. Pak die. Ja, ik pak de pop, maar hoe maak je hier nou een baard van, man? Ik heb een witte duif gevonden voor die foto met de witte duif. Dit is een baard. Ja, dat is een baard. Dan moet je, proberen dat kwastje weg te werken. Hier! Wacht even. Kijk eens even mee. Baard en die lantaarnpaal die gaat er zo naartoe. Kijk, dit is een baard. Top. Nou, doe maar. Ja, top. Guys, wacht. Doe dit nog. Ja, blauw. Dit is goed, jongens. Ja, dit is goed. Ik dacht, ja, die vlag moet ik hebben. Want volgens mij is dit een heel belangrijk detail. Want als ze dat zien, inclusief die duif, ja, dan weten ze zeker dat het die Gravity is. Ja, dat is beter. Zo. Oh nee, wacht, ik moet de onderkant. Doe toch eens. Pak dit zo. Pak hem geel. Ja, als je hem zo hebt, is het goed. Ja. Dit is hem. Nice. Okay. Dus die hebben we. Lekker. Derde foto. Hè? Oké. Ook weer een man op de grond. Het lijkt er allemaal wel op. Daar ligt die man. Waar? Dat is het, hierboven. Dit is dat witte. Dit is het. Ja. Dat is die duif, denk ik. Dit is het, ja. We moeten niet te direct denken. Nee, want hier is iets blauw. En dit is die blauw. Maar maak een foto van dat hele ding. Mag ik een foto maken? Die man die lag inderdaad, maar hij had geen baard en hij had ook geen duif. Maar hij lag en dat was voor Soy genoeg reden om daar een foto van te maken. Zo? Dat, wacht even. Dat is een guy met een vogel boven. Daar. Ja, got it. Stuur. Jongens. Oké, gaan jullie met z'n tweeën? Gaan wij even met z'n tweeën nu? Ja. Ja. Wacht, ze hebben een foto teruggestuurd, niet de goeie. Nee? Meen je niet? Een blauwe man. Hè? Een blauwe man? Maar wat dan? Hoezo? Kijk, laten zien. Wie is er blauw, wat wij hier hebben liggen? Nee, ze zijn aan het kutten, joh. Dit klopt niet, hoor. Ja, maar Stevie Wonder ziet dat het dit beeld is. Ja, maar dat is een mol. Dat leek er totaal niet op. Totaal andere foto's. Wij dachten, wat gaat er mis? Wij hadden zo ons best gedaan en het leek zo, in onze optiek, leek het zo goed. Maar ja, aan de andere kant werd het of niet begrepen, of er liep een molletje. We kunnen ook deze gewoon erbij doen, maar dit is wel een. Ze hebben dat hoofd verkeerd omgelegd. Ja, maar dit is wel heel duidelijk een vogel in de rechterbovenhoek. Ja. Dit is super duidelijk. Blauw, hoofd, vogel. En als je inderdaad de foto die we hadden ontvangen een kwartslag ging draaien, dan was het exact wat wij zagen. En nou moeten we een vogel. En als we nou die snavel van die vis gebruiken, dan doen we die kleden over die vis heen. Dat vind ik best goed bedacht. De hoofd van die vis. Ja, dat vind ik best goed bedacht. Yes, die. Ja. Gaan we nu oprecht voor een vis? We moeten een vogel uitbeelden. En dan zou ik het liefst nog een klein oogje willen hebben. Dan lijkt het echt een beetje op een oogje. Een vogel. Ja, juist. Ja, zo, en maak een foto. Is dit oké? Okay? Ja. Moet hier nog iets bij? Nee. Deze gaan we doen. Ja, dit is top. Dit is echt top. Ja. Dit is echt goed. Laten we dat zeker doen. Ja, cent.
Oké, en daar zijn ook allemaal nog muurschilderingen. Dus wij hebben een foto gemaakt zonder te overleggen, ook met Soy en Anke, en we hebben hem gewoon opgestuurd. Hoeveel hebben we er nu ingestuurd? Twee foto's. Oh, we krijgen een nieuwe. Zij zitten nu foto's te sturen. Wat doen zij? Wat is dit? Maar die hadden we al gefotografeerd. Wie heeft dat gedaan? Daniel. Ze hebben een foto gestuurd van iets wat we al gezamenlijk hadden besloten om te fotograferen. Dezelfde foto. Oh, ik heb een foto terug. Echt? Is het goed? Ja, we hebben er één goed. Echt? De blauwe. Oké. Yes. Ja! De tashiki. De tashiki is goed, jongens. Oh, lekker. Kijk. Hoe vet is dit? Ze hebben gewoon precies dit. De tashiki, ja. Nice. Lekker, man. Hier is niks meer. Waarom hebben jullie die blauwe man met die duif gefotografeerd? Die hebben we gefotografeerd. Dat die duif is. Die hadden we al. Jongens, wie heeft dit bedacht? Wij allebei. Dat is, die man ligt slapend, liggend op die foto. Ja. We hebben een buffelkop nodig. Ja, die buffel staat toch hier? Nice. Oh, jongens, ja. Ik heb nog nooit een zonnetje gemaakt van een kleedje. Dit is die buffalo. Hoppa. Wat heeft hij hier? Oh, dat is een cape. Nee. Dit is een cape. Mogen we de letters US gebruiken? It's up to us. Ja, US. Ja. Hele goeie. Oh ja, natuurlijk. De letters. Ja. Up to us. Goed bezig. Oude diebus. Dit. Blauw, geel, oranje. Ja. Blauw, geel, oranje? Nee, dit is het echt niet. Nou. Ja, het komt het meeste in de buurt. Nou, ja, maar er staat hier ook een voet op, hè, op de foto. Ja, en een dat vis. Is per ongeluk. En een vis. Een vis. Een vis, jongens. Dat is het. Waar is een vis? Nou, dit zijn gewoon, je ziet een soort van vis met een oog, maar dit zijn deze oogjes. Dit is deze foto. Ja, ze hadden gewoon van alles, naar mijn idee, gewoon op de grond gemieterd. En het ging dus om kleur, dus blauw, geel, en ze hadden er een vis bij gelegd. Zullen we gewoon fotograferen, jongens? Ja. Doe maar ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Maar... We hebben niet heel veel tijd, hè? Ja, ik denk het ook niet. Okay. Ik denk het ook niet. Maar goed. Verstuurd. Oh nee, is de verkeerde. Nee, dat is niet goed. Nee, joh. Wat hebben ze gestuurd? Wat is dit? Maar oké, we doen iets niet goed. Dit is niet goed. We zien wat aan de mol, jongens. Dat het overduidelijk is, toch? Er is gewoon een mol die is nu aan het fucken. Die is gewoon de boel helemaal aan het ontregelen. En die is ervoor aan het zorgen dat er heel veel misgaat. Is dit niet dit? Een dier bovenop. Olifant. Ja, gekanteld. Dit is, Zou je toch een hoed doen en een dier erbovenop? Oké, maar dit is ook iets. Ja, maar het gaat om de en kleuren. Een dier. Ze proberen de kleuren te doen. Kleuren en een dier op een ding. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat dit zo is. Heb je gestuurd? Oké, zullen we even collectief stemmen? Wie zegt ja? Ja? Ja, ik ook. Oké, let's go. Hij is gestuurd. Oh, nieuwe foto. Oh. Oh nee, dat ben jij. Zijn wij, ja. Anke. Ja. Kut, ze hebben een verkeerde foto gestuurd. Wacht even. Weer een verkeerde foto. Weer een verkeerde foto van een taart met een vlieg. Hoe kan dat? Hoe kan dat, jongens? Alsof we dit niet uit zouden beelden met een vliegje. Hoe kan dit? Ik snap het niet. Maar daar hebben we het later over, jongens. We moeten geen tijd meer verliezen. Can we ask you something? We are looking for mural paintings that look like this. Like with a monkey and like someone with a red hat? We are looking for paintings that look like this. You recognize it? No. No? Okay. Thank you. No worries. Ik heb het nu. Ja, maar luister, we mogen maar 3 max. Ik heb het nu. We mogen 3 max. Maar we hoeven alleen US. US is goed. US is goed. Dan zien ze us. Foto maken en go. Waarom doen we hier zo lang over? Oké, kijk maar. Zie je? Fantastisch. Nou, ja, sowieso. Oh, hier hebben we ook nog. Kijk eens. Vogel, nee. Oké, jongens, kom op, de allerlaatste. Ja, dit is een soort van doek, vogel. Oké, laten we spulletjes verdelen. Ik ga op zoek naar een zwaard, een geel zwaard. Ik ga naar een groene vogel. Ik ga naar een vogel op zoek. Dit zijn een soort hockeysticks. Hier is ook nog iets. Oh ja, dit hebben we gezien. Hé. Hey. Bedoel je deze? Dit is misschien die met die brillen. Dat is deze misschien. Ja. Kijk, al die brilletjes. Letters, hier aan de zijkant. En een soort geel hier aan de zijkant. Geel, hier een soort gele stroom. Ja, dit is En ik denk dus dat die daar, dat die eerste foto is. Zullen we het gewoon sturen? Ja, gewoon sturen. Voordat zij iets sturen wat niet goed is. Ja, en de tijd die tikt natuurlijk ook maar door. Dus bam, laten we maar gewoon doorsturen. Ja, versturen. Ja. Helemaal links moet iets met heel veel haar. Dus ik denk dat dat beter links kan. Ja, deze foto doet het beste voor links. Dat dit stukje is het beste links en dat doen we echt zo. Oké, nog een foto. Oh, wacht. Verkeerd. Ja, weer? Nee, dat meen je niet, joh. Kijk, maar kijk dan. Even serieus. Wacht even, jongens. Waar is dat hoekje met die zwarte egel? Dan maak ik hier gewoon een egel van. Nee, hier.
Dit moet die zwarte egel voorstellen. Ja, maar dan doe je zwart, dan doe je hier zo zwart. Luister. Ja. Dan doe je zwart onder de pruik. Die laatste, die was echt super pittig. Want dat waren gewoon meerdere poppen, zoveel details. En het sloeg ook helemaal nergens op. En het zag er ook gewoon niet uit. Dit moet iets meer zo, want anders zie je dat zwart niet meer. Zwart. Zoals we moeten gaan sturen. En die vis die moet wel op zijn hoofd. Oké. Okay. Die vis, wacht. Ja, dit is prima. Moeten gaan sturen. Oké, okay, dit is hem, jongens. Dit is hem. Oké, okay, ik maak hem even en dan kunnen jullie hem checken. Jezus. Nou, dit lijkt echt nergens op. Kijk eens. Zou je zien dat ze deze wel goed sturen? Nee. Dat zou grappig zijn als dit goed is. Het zou een wonder van de natuur zijn. Oh, we krijgen er nog één. Maar jongens, wat is dit? Dit is een soort. Het lijkt wel een moordscene. Dit is een gewoon crime scene. Luister dan, we hebben echt goed gedaan, jongens. Zij hebben het verkeerd gedaan. Maar even mensen. Dit is toch heel onhelder? Ja, oké, maar deze is minder. Maar die andere die hadden ze makkelijk kunnen hebben. We gaan niet één foto overhouden. Dan moeten we gewoon maar iets fotograferen. Dat vind ik zonde. Vind ik ook zonde. We moeten nu een keuze half maken. Half minuut. Gaan we terug? Doen we dat die andere? Kwamen we daar vandaan? Oh. Je hebt geen richtingsgevoel. We moeten die ene fotograferen. Die ene daar. Welke? Die vrouw? We gaan toch, dat is toch die eerste foto van diegene met dat petje. Welke? Deze? Weer snel het petje. Deze? Ja, wacht. Ik denk dat dat hem is. Ja? Die eerste. Ja. Gestuurd. Oh. Ah. Toch maar het grens. Oké. Kijk, jongen. Ik denk dat we alles verkeerd hebben gedaan. Ja, dat is niet goed. Ja, toen was de tijd om en we hadden werkelijk geen flauw idee of we deze opdracht goed gedaan hadden. Kandidaten, jullie hebben er een lekkere bende van gemaakt. Ja. Maar helaas heeft dat niet zoveel opgeleverd voor de pot. Omdat er maar één foto teruggekomen is uit Woodstock, verdienen jullie €250. Maar misschien zit er nog een bonus in. Alright. Jullie zien hier 6 kisten. In elke kist zit een rebus en die vormen samen een zin. Ja. Yeah. Nou wil ik graag zometeen de juiste zin horen. Maar omdat jullie maar één goede foto teruggekregen hebben uit Woodstock, kan ik maar één kist blootgeven. Echt? Dat is heel lastig. Dat is heel lastig, maar met al jullie fantasie en creativiteit komen jullie misschien wel heel ver. Ja. Ja, wij zijn wel creatief. Dus we gaan het gewoon proberen. Ja. Ik licht dadelijk de deksel op van de kist naar keuze. Ja. Dan hebben jullie 1 minuut om een zin te vormen. Wow. Ja. Als dat de juiste is, ja, we zullen het zien. Okay. Dit kunnen wij. Welke kist mag ik onthullen? Oké, okay, wie zegt 3? Mijn gevoel zegt de tweede van rechts. Dus de derde. Ja. Jij? Ik dacht ook aan die derde van die jullie ook hadden. Oké, okay, laten we dan deze stemmen gelden. Maar jongens, focus. We hebben maar 1 minuut. Ja. Focus. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Deze? Ja. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, een wat is dat voor stuk vlees? Dat is vlees. Is het lever? Een lever. Levert. Nee, het is een 2. Oké, okay, deze opdracht. Ja, kijk, daaronder zit ook een lever. Levert. Je zag staan, dus een lever en dan plus T. Dus het betekent levert, wat natuurlijk een belangrijk woord is als je de rebus wil oplossen. De mol levert. Foto. De mol levert. De mol levert. €250 op of zo. Deze opdracht levert. Deze foto. Ja, deze opdracht levert. €250 op. Ik denk dat goed is. Ja. Helaas, dat is niet goed. Dit had het moeten zijn. Deze rebus levert. Dubbel. Spider-Man. Of Superman. Deze baby. Deze super baby. Deze op. Oh ja, op. Super. Of. Superman. Levert superkracht op? Geld. Geld. Ja, geld op. Goed zo. Deze Rebus levert dubbel geld op. Ja. Maar helaas. Ja. Dank je wel. Maak jullie klaar voor test en eliminatie. Oh, echt? Ja. Even schakelen. Oh, ik dacht echt dat we nog eens moesten doen. Dat dacht ik ook. Oké. Ja, we zijn daarna naar die wijk gegaan. En we zien die andere kandidaten. Laten we eerst beginnen met hoe voor jullie de opdracht ging. Dus waren jullie, hebben jullie alles kunnen vinden? Of hebben jullie echt hetgene wat jullie naar ons hebben gestuurd, daar stonden jullie volledig achter?
Nee. Nee. Oh, niet? Nee, zeker niet. Waarom niet? Omdat we niks herkenden. We herkenden niks. We zaten hier rond te rennen in die wijk, joh. We denken dat we één foto hebben herkend. Misschien... En het was welke? Met die duif. Met die duif. Ja, die was goed. Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Dan zie je ineens alles. Jure heeft nog wel wat aparte dingen gedaan, want de foto's hebben wij echt beoordeeld op hoe ze in de app zijn binnengekomen. Waarom waren de meeste foto's, want ik zie nu ook deze, die is zo, maar wij kregen heel veel foto's de andere heel kant veel op de andere gestuurd. Kant op, waardoor we de hele dag dat we zo moesten kijken. Wie heeft kijken, de foto's gestuurd bij jullie? Terwijl het dan zo Jure. Was. Maar ik heb iedere keer heb ik precies het zo nagedacht als het lag. En ik stond echt op een stoel en dan ging ik... Ik heb echt 100 keer met jullie gechat. En Jure heeft altijd met minimaal iemand gechat. Ja, ik zei de hele tijd als ik een foto ging maken, zei ik... Kom, er moet iemand bij mij. Ja. En dan was jij bij me. Dan zei ik, ben je oké met deze foto? Dan deed ik het. Maar waarom waren ze dan zo? Want ook deze was anders. En Jure meteen in de verdediging. Ja, wat verdenken jullie mij? En dat heb ik helemaal niet gedaan. En wat denk je dat dat het probleem is? Zij proberen elkaar toch te begrijpen. Nee, Dan heb ik een foto gedraaid. En dan is dat... Wat ik te horen kreeg van mensen van de andere kant... is dat Zoe de foto's maakte en dat hij vrij snel begon te fotograferen. Terwijl anderen nog zeiden, laten we eerst nog even wat andere schilderijen zien. Dat vond ik wel raar. Ja, je bent er niet bij, hè? Dat maakt het zo moeilijk. Ik vond deze wel goed eigenlijk. Ik snap niet zo goed waarom we deze hebben gezien. Dit was heel laat, cool. Heel laat. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. De tweede test, dat is gewoon een spannende. Je bent geneigd om bij de tweede test eigenlijk heel veel dingen van de eerste test mee te nemen. Te denken dat je het heel goed hebt gedaan, maar dat moet je helemaal niet doen. Je moet eigenlijk vanaf nul gewoon weer starten. Ik denk dat wel iemand in mijn vizier is gekomen die ik de vorige keer totaal niet in het beeld had. En dat is Nabil. Ondanks dat hij zo'n overdreven, opvallende mol is, hebben we eigenlijk hem allemaal al uitgesloten dat hij het niet kan zijn. Ja, het spel is echt begonnen. En niemand vertrouwt elkaar. Maar ja, voor mij is het echt gewoon heel erg kijken naar wat mijn gevoel zegt en daarop anticiperen. Ik heb niet een volgorde, maar ik ga spreiden op Jurre. Ik ga spreiden op Vrouwke, Ranomi, Soy en Sander. Dus ik vind het heel spannend. Op dit moment zijn mijn hoofdverdachten Nabil, Ranomi en Jurre. De groep is nog veel te groot en ik heb nog te weinig kunnen zien om echt zelf heel erg duidelijk een beeld te hebben. Maar ik heb wel voornamelijk heel erg, denk ik, een gevoel bij wie het niet zijn. Na ieder dagdeel maak ik een soort van rijtje voor mezelf van wie verdenk ik nu wel en wie verdenk ik nu niet. En het verandert echt de hele tijd. Er zitten wel een paar mensen nu aan kop. Wie ik wel verdenk zijn Daniel en Aniek. Ik denk wel dat ik goed zit qua wie het is. Maar je moet soms ook hele gekke dingen onthouden van... had de mol een grijze pet op of een gele? En dan ben ik wel bang dat ik daar dan niet goed op opgelet. Dus dat soort dingen zit ik dan wel te oefenen... s'nachts in mijn bed. Ik zit echt behoorlijk op Vrouwtje, Soy, Aniek, Ranomi. Maar ik heb me voorgenomen om niet in de tunnel te stappen, supergoed te spreiden en gewoon hopen dat ik het niet als het allerslechtst doe. Ik heb eigenlijk op basis van alle dingen die ik heb gezien en opgeschreven, heb ik een lijst gemaakt met antwoorden voor de eliminatie. Dat ik gelijk weet wat ik moet invullen. Dus is de mol geraakt bij het spel? Dan zeg ik ja. Want de meeste mensen waren inderdaad geraakt. Heeft de mol geld opgehaald? Dan zeg ik ja. Want het waren evenveel mensen niet als wel opgehaald. Maar de mensen die het wel opgehaald zijn voor mij meer verdacht. En zo ga ik het constant proberen te spreiden. Want dan zit ik eigenlijk bij iedereen zit ik ongeveer wel goed. Ik ga spreiden, maar uiteindelijk ga ik wel inzetten op Soy.
Dat was mijn mol na aflevering 1. En nu is dat nog steeds mijn mol. Eigenlijk heb ik mijn focus al vanaf het begin op Zoe. En de verdenkingen zijn de laatste tijd ook wel een beetje sterker geworden. Aan de andere kant verdenk ik Aniek. Die is af en toe ook wel een beetje warrig. En dan denk ik, ben jij nou toch de mol dan? We zijn in de compagnietuinen. Een van de vele plekken in dit land die herinneren aan de Nederlandse geschiedenis hier. Hier werden groenten en fruit geteeld om schepen te bevoorraden die aan het varen waren tussen Azië en Nederland. Nu is het vooral een beroemde tuin waar de inwoners van Kaapstad wandelen en ontspannen. En wij gaan hier afscheid nemen van de tweede afval. Wie moet het spel verlaten? Wie krijgt een rood scherm? Sorry. Ranomi. Dat kan toch niet? Nee. Wat een klote situatie. Oh my god. Oh, dat vind ik echt heel kut. Oké. Oh, wat shit dit. Dank jullie wel allemaal. Tot snel. Bedankt. Heel erg bedankt. Bedankt allemaal. Dag lieverd. Ik spreek je snel. Dag liefie. Doei, schat. Nog schat. Wat een spel zit. Dit is zo heftig. Ik zag je schrikken, vrouwtje. Ja, ik schrok ook echt. Waarom? Ja, omdat ik er zo van geniet om hier te zijn. Dus dat was mijn eerste schrik. Ik dacht, nee, dit wilde ik. Dit was zo tof. Hallo allemaal. Hi. Hey. Hello. Where are we now? Where are we now? On the map. Ja, dat... Dit was zo intens te gek. En ja. Dus ik baal daar gewoon heel erg van. Maar de test is natuurlijk ook best wel heel lastig om daar iets van te zeggen. Want we zitten nog zo kort in het spel. Ja, ik ben zo benieuwd om te horen wat dan... Waar het mis is gegaan. You gotta try. You gotta try. Ah! Ja, gewoon sturen. Voordat zij iets sturen wat niet goed is. Heel erg bedankt. Ja, jij ook bedankt. Ja, ik heb echt genoten. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Tot ziens. Doei. Doei.
Gaat niet hard! Oh, ik vind het aan! Ik heb het station gevonden! Er zijn er hier 2, 3, 2, 1, go! Glans, gans, zuurstof, divies. Mol, afspraak. Laat ik zo zeggen, mijn Zuid-Afrikaans is een beetje roestig. Hier, oh. hier, gymnasium. Oh, kijk, een gym. Ja, je hebt hem. Hier zit niets in, Hier, wacht, hospital. Check. Ja.